Dat was het. Ja, dat was het. Nou, dus, ja. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Goedemiddag allemaal. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Minecraft. Hardcore. Ik ben weer jullie in echte shape. Met heel veel anderen. Shit. Ja, zoals Leroy. Hi. 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 En Evan die staat hier helemaal... All by himself. Ben je aan het werk? Ja, je bent Fiverr aan het waken. Fiverr is er ook bij. Hi Fiverr, hi Fiverr. Stopper. Oké, fijn. You can't rest now, there are monsters nearby. Hoe durven Look, ze? A creeper of two. Oh! Kijk uit, er loopt ook een enderman. Boom. Ik leef nog. Maar die enderman die hebben we nodig. Don't look him in the eyes. I look him in the eyes and I will kill him. Heeft hij een blokje? Oh, ja, hij heeft hulp nodig. Oh, hij heeft geen hulp nodig. Ik zie er nog een in de verte. Ja, ik ook. Ik ga op Enderman jacht. Geen midbusters? Genoeg is de Minecraft skin die ik heb. Oh, hij is boos. Tennissen met Endermans. Zo. Mijn Minecraft skin heet Enderman Hunter. Dus, nog meer? Zo, er staan echt... Slapen. Moet je kijken hoeveel dat daar wel niet staan, joh. Screw it. Slapen. Ja, ik ga slapen. Ik ook. Ik ben niet aan. Mijn bed. Jammer, Leroy. Nee. Iedereen weer een kusje voor het slapen gaan. Mwah. 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 Blop. Mwah. Welterusten. Ik heb het koud. Ik blijf stijf liggen van angst. Bij mij is er ook wel wat stijf naar dat kusje, maar... Hey! Burn, zombie, burn. Oh. Oké, wat gaan we doen? 7 dagen. Nou, schoon. Hey. 7 dagen feesten en lol in het verschiet. Zullen wij dansen? Goed, ik ga weer verder met de farm. 18. Okay. Ik doe even voedsel eventjes hier. Ik heb hier voedsels. Hey. Nee, ik had heel veel, kippen geslacht, varkens, geen varkens. Koeien heten die krengen, dank je. Goed zo. Do I even Nederlands, bro? We hebben een nieuwe kip erbij. Ja. Nou, oh. ik heb alles... Kunnen we ze farmen? Dan kunnen we ze... In die kist, dus ik heb ze gewoon gegooid. Geef ze zaad. Never. Oké, ja, misschien. Ik heb nog 2 kippen, die komen eraan. Ik denk dat ik even een paar golden apples ga maken. Oh. Hey, skeletons. Wow, 3 zelfs. Hi. Just in kaas. Hadden we ook al flint? Ja. Misschien. Nee. Ja, hebben we. Oh, oké. Okay. Ja, ik zag Blob namelijk met Flintstone spelen. Mm-hmm. Auw! Wat, dat doet pijn zeg. Hier. Sla hem op zijn neus. Fixen. I got him. Oké. Okay. Even kijken, waar heb jij de flint in gegooid? Ergens, ik heb hem vast. Oh, mag ik van jou de flint dan? Nee. Ik heb er maar eentje nodig. Oké, dat mag. Eerst een kippetjes. Ja, ik zet het even eten hier neer. We hebben nu 4 kippen. Oh, jee, goed zo. Hurra! Hoezee! Sorry, 5. Oh. 6. 7, 8. Nee, sorry, blijf bij 6. Goed gedaan. Oh, we hebben helemaal geen strings meer in de kist. Misschien hier? Nee. Nee. Ik had zoveel spinnen gekild. Hebben ze geen string? Flame. Nee, maakt niet uit. Kijken. Oh, wat? Daar heb je net een pollen neergezet. Ja, ver van de basis af. Just in kaas. Ja, heel ver weg. Ik herinner me namelijk nog in de vorige aflevering dat ondanks dat we hem bij het huisdier hadden gezet, dat ze denk ik massaal binnenkwamen. Hmm. Oh. Je schrok van me. Ja, ik schrok, ja. Oh. Ga ik mijn eigen in de fik steken, waarom ook niet? Oeh. Hé, nog een pijl. Ja, pijlen, hè? Yippie. Ja, maar ik heb helaas geen strings, dus ik kan geen boog maken. Nee, ik heb pijlen en boog. Ja, nou, dat is gunstig. Ja. Oké. Okay. Wel. Wacht, ik ga even iets veiligs doen. Wat dat altijd niet veilig is.
One way in, one way out. Ja, maar anders kun je namelijk, anders kom je vast te zitten. Zij voor dat je in paniek, dan kun je gelijk er in één keer doorlopen, dus. Succes. Is het veilig? Ik zie nog niks. Oh, hoi. Ja, het is veilig. Oké. Mooi. Pas op wel, ik zie een guest nou, wacht eventjes, ho. Oh, we zitten wel in de netten, jongens. Oh, wacht even. Weet wel. Ja. Groot open gebied, Ja, nou, op zich wel een mooie spawnplek. Als er nou heel dichtbij in de buurt ook een netherfort zou vinden, dan ben ik heel erg blij. Tuurlijk niet. Het zou maar zo kunnen gebeuren. Nee, veel te makkelijk. Dat zat niet in je, dat zat niet in de script. En alsjeblieft, voor de love of, Shawnee. Voor, ja, de love of Shawnee. Hou mij de buiten, dat ging per ongeluk, ja! Nee, maar echt serieus. Raak geen pigman. Je mag ze van cliffs afdouwen van mij, dat leef je uit. Maar... dat is leuk. Eén hit, en it's goodbye. Hi. Zal Hi. Ik verder aan de... Hé, wat ga je doen? Rechtstreeks naar beneden, met een ladder. Oh, oké. Okay. Zolang je me ondergrondse... Mag ik gewoon verder met de farm of moet ik gewoon... Ja, nee joh, ga je gang. Ik bedoel... Ik ben een heel ingewikkeld farm systeem. Ja, voedsel is wel belangrijk. Nou, ik denk dat we eigenlijk een beetje daar die verder... Ja, die kant daar... Nee, naar beneden. Beneden? Kijk, dat je niet de farm raakt, hè. Er zit de ondergronds ook nog één. Want anders ben ik mee bezig. Daar kun je naar beneden. Even kijken, wat is dat? Oh, Leroy. Ja? Als je... Ben je ook al in de nether? Ja, ik ben achter je. Oké, één ding. Spring niet naar beneden. Nee, ik... dat is wel diep, zeg. Anders moet het weer in edit. Ja. Weer dat koffiegeluid. Ja, nee, ik heb een pakje met water bij me. Heb geen nut, hè? Nee, ik weet het maar. Toch voor Je kunt proberen in bed te gaan slapen. Nou, ik ben wel moe. Ik ga op de andere kant toe. Ja, ik ga hier eventjes een weg door de muur heen hakken. Want ik zag daar namelijk ook een heel groot open plek en daar wil ik even onderzoeken. Nou, ik zie daar iets heel moois, daar ga ik ook naartoe. Hi, Pigman. Oeh, die lijkt naar beneden. Oh nee, handbiggen. Little pig! Er is een groep handbiggen. Hey, what's up guys? Is het diep? Oh boy. Ik kijk goed naar beneden. Wow. Oh boy. Ja, ik vertrouw het niet. Voorzichtig, vallen ze me aan. Ik vind het doodeng. Nee, ze vallen niet aan. Ja, maar ik... Zullen we bos ik tegenaan en dan is het hey. Waar hebben ze nou geen toestemming voor gekregen? Ah. Oké. Okay. Staat niet in hun contract vandaag. Oh. Vandaag, hè? Morgen is anders. Yeah. I know, I made it contract. Morgen is er helemaal geen hardcore, waar heb jij het over? Het is zondag. dat mogen ze doen. Dan mogen ze, van mij apart gaan ze de hele Polonaise dansen, dat moeten hun weten, Terry. Oké. Hier dadelijk niemand meer vallen. Dan is dit dadelijk helemaal Leroy-proof. De Leroy approved this. Echt, zie je zo'n bordje met mijn foto? Oeh, dat is... Oh, daar moet je echt voorzichtig zijn. Dat is echt een Leroy-afgang. Oké, even hier een torch, want dat is de weg terug. Oké, tijd om te exploren. Iedereen doodstil. Ja, focus ja. Heel geconcentreerd bezig aan het minen. Ik was bijna weer dood gegaan. Ja. Nou, weer zo'n afzakje. Je moet echt heel goed zien via de andere kant. Anders was het game over. Ach, vergeet niet, ik heb een uitglijertje gemaakt toen, dus Wat? Zit? Even kijken. 13. Ik ga naar jou toe, ik ben ook nieuwsgierig wat daar is. Wat? Oh, hi. Don't do that ever again. Stink pigman. Is het veilig? Ja. Ik heb het Leroy-proof gemaakt.
Ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Hé, zo. Ik ben er. Dan glijdt hij alsnog uit. Nee. Leroy tried to swim in lava. Yep, there we go. Again. Oh man. Zo. Ja, je moet wel volgens traditie, hè? Eerst creepen, dan lava en dan. Dan Pikmin. Ja. Dan uitglijden. Maar wie gaat dan dadelijk de Shawnee move doen? En dat is. Een Pikmin slaan en snel wegrennen. Wil ik wel doen hoor, voor jullie als jij dat wil. Wacht, is dat daar een Nether Fortress? Waar, boven? Beneden? Nee, daar. In de verte. Ik kan het net niet zien. Ja. Nee, volgens mij niet. Dus ik zag alleen maar een strookje lava vallen, dus. Oké, even over strookjes lava gesproken. Dit lava mag hier weg. Ik zeg, dit lava mag hier weg. Ik zou even. Zo. Ja, ik heb ook weer even daar wat nodig. Een domme bouwsteen heen. Ik heb nog een paar. Ik zou voor zeker hier nog eentje bouwen. De Pikmin zijn pis! Nee, grapje. Wat mij het ergste lijkt is dat je gewoon heel erg rustig net een koorts aan het verslaan of aan het minen bent en dan in één keer staat er een Pikmin voor je en je raakt de Pikmin met een met je pickaxe. Ja, en dan is het wow. Oh ja, weer. Ik heb weer een afstapje gevonden. Afstapje. Ja, afstap. Ja, ik zie het ja. Dus die? Ik zal mijn lieve proef maken. Ja, nee, niet. Pas op. Daar achter zit. Yo, ik kijk voordat ik loop. Slip! Waaaaaan! Waar zit hij? Hier. Ja. Maar kan die toch wel even dicht, joh. Warning! Assholes are closer than they appear. Nee, dat is een quote van een Jim Carrey film, dus dat mag wel. Quote mag wel, oké. Nee, dat is van een Jim Carrey movie. En Jim Carrey die, is kindvriendelijk en plantaardig. Het wordt weer donker. Hey, baby Pikmin. Nee, blop. Klopt er niks in de huishoudens dus niet. Ik denk dat we beter. Want ik zit hier te kijken, maar er is één grote oceaan van lava. Ja. Dus ik denk dat we beter die kant op kunnen gaan. Hier. Dat we hier een trapje naar beneden of zo, of een brug maken of iets. Aangezien dat we daar namelijk onze marker hebben staan. Dus even kijken, hoe ga ik dit aanpakken dan? Ik ga heel veel bouwblokken nodig hebben. Oké. Ik kan hier naar beneden en misschien. Voor jou is beneden geen goed idee. Ja, beneden kijken is niet mijn sterkste vak. Ik doe heel erg op een afstand naar mijnen, want ik ben echt gewoon bang dat er in één keer uit het niks dadelijk lava gaat. Ik heb een iron pickaxe nodig. Ik heb geen zin om een diamond pickaxe hier aan te verspillen. You need die. Hier, heb je een pickaxe nodig? Ja. Hier. Loop ik even terug. Ik loop even terug naar basis. Hey Pikmin, what's up? Oh, kijk nou toch eens. Hier heb je ook al een doorgang. Het leidt naar niks. Wauw, zinloosheid. Deze kant op. Nou ja, kan ik hier wel even rustig even de blokjes gewoon even mijnen tot ik daar even een brug kan maken. En dan gaan we nu naar eigen huis en tuin, onze Destiny's in NL. Hoi, ik ben niks interessants aan het doen hoor, mocht je dat zo zeggen. En dan gaan we nu naar het tuinieren. Tuinieren hier. En terug naar civilisatie. Oh shit, het is donker! Dat zei ik net ook al. Ja. Ik zag gelijk een creeper voor mijn gezicht. Welkom thuis, Leroy. Bam! Oh, jij wilt thuiskomen? Ja. Hier! Waar zijn alle spinnen? Oh, ik heb hier eigenlijk koffer voor nodig, jongens. Ik ben echt... Ja, ik kom eraan. Ik maak even een pickaxe en dan kom ik voor terug. Maak er maar meer. Ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, nou, doen we 12. Ik wil geen guest. Ik wil geen guest. Ik sta boven. Ik ben zo bang dat mijn shift-knop gaat falen. Oh mijn god. Hardcore serie. Gezellig. Leuk. Oké, ik heb 3 pickaxes. Ik ga weer terug. Ja, ik ga heel eventjes dit gedeelte van de brug eventjes Leroy proef maken. Ja. Dat wordt ik heb echt de neiging om een bordje mee te nemen van Leroy approve. Ja, is cool, ik doe het gewoon. Al dat hout. Ja, dat is het moeilijkste verkret te verkrijgen. Gewoon een skeleton boven. Ja. Dus, hout is het moeilijkste te verkrijgen in Minecraft. Ja. Nou, ik heb een botje gemaakt met Leroy approve. Serieus, wie heeft er nou nog diamonds nodig? Hout! Hout is het nieuwe goud. Ja. Laat me je helpen. Oh boy. Ik hoor een guest! Okay. Ik ga terug. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem nergens. Creeper! Boven. Hier lekker het water. Water, wees dat. Blob, kan je me kofferen? Je kan. Oké, thank you. En ik ben weg. Oh, daar houdt de brug al op. Oh, maar ik blij dat ik shift ingedrukt heb. Anders was ik er zo afgelopen. Ja. Ben ik weer met pickaxes. Ja, ik ben hier een bruggetje aan het maken. Ik ben bang, dus dat de creeper buiten maar schroet. Kom op, je hebt nou armor. Daarom. Ja. Niet helemaal vol, maar ja. Hey, een hex. Waarom maak je dan geen full? Omdat ik dat... Ja, ik bedoel, ik heb wel full armor, maar ik bedoel, op het schermpje zegt hij dat er nog iets mis is. Ja, nee, dat klopt. Full is echt diamond dan. Ja. Maar je hebt full iron armor, dus dan heb je wel full armor. Ja, die fiets wel. Ben ik weer. Pas op, het is nog niet helemaal leroproof. Oh ja. Hoe vind je mijn brug? Nou, als Leroy kan ik zeggen dat het... veilig is. Nou, het probleem is, ik moet eigenlijk gewoon hier een leap of fate naar beneden springen en hopen dat ik het overleef. Mm. Want ik kan hier nou nog geen trap maken. Heb jij nog wat netherrack of iets? Ja, ik heb ik heb niet veel. Ik ben nu van het maken. Ik heb nog 16, dus ik heb daar echt meer nodig. Ja, ik heb er ook 16. Ja, dan heb ik er 32! Yay. Dat is toch beter? Keer 2. Nou, ik ga even meer pakken. In 3D! Ping! Ping! Pong. Nee, dat wordt geen gimmick. Daar heb ik geen zin in. Nee, ik loop naar mij toe. Ik weet dat ik hartstikke gezellig ben, maar... Really? Ja. Hey, duk! Sorry, duk, killsnoepje. Graag, dank je. Die val moet ik ook kunnen overleven. Oh, kijk nou toch eens. Hallo. Dankjewel voor de extra blokjes. Leroy? Ja? Als ik het niet navertel. Oh, nee, wacht. Wat wacht? Ik wil kijken. Worst idea of my life. Jij wil kijken of ik dood ga. Ja, dan beeldmateriaal. En hoorde ik daar nou iemand uit het app? Oh boy. De gas! Schiet hem neer dan, jij had pijl en boog! Oh ja! Burn! This is not Leroy proof anymore. I'm scared, man! Oh, je hebt hem! Ja, ik zag hem. Tuurlijk. I'm scared, man! Fluitje van de cent. Oké, nou, Leroy, ik ga hier naar beneden springen. Best voorzichtig, alsjeblieft. Wat zeg jij nou? Oeh, 6 achter schade. Zo. Ik ga die trap maken. Diamonds. Ik ga zorgen dat die trap komt. Heb je nog meer nodig? Nou, ik heb hier genoeg. Dus, ik kan hier gewoon even zo minen, hè, dus. Misschien kun je even een pickaxe naar beneden gooien en eventjes je brug, die brug even Leroy proef maken. Ja, hier, ik gooi de pickaxe naar beneden. Thank you. Kijk uit voor gasters, hè? Ja. Komt goed.
snijtjes. Dat was een harde klap. Zeker ja. Klop, klop. Maar we hebben het overleefd. Oké. Oh, dan was de pickaxe weer. Nee, ik heb er nog eentje. Ik heb er nog twee in mijn inventory. Dus... Ja, dat komt wel goed. Maar ik heb nou alweer een stack van die... Kijk uit dat je daar niet naar meevalt, want het is 6-8 schade. Ja, is goed. Dus ik ga je nou even beginnen aan die aan de trap. Echt, hè? Zoveel pigments. What's up, brothers? Yo, what's up? Yo. Ik ga daar naartoe. Dit zou onmogelijk zijn als de pigmen pissig waren. Ja. Maar dat is het voordeel, als je helemaal een nether voor het zo'n set gevonden, dan hoef je niet meer zoveel te bouwen. Maar ja, dan heb je ook de grootste kans dat je ze raakt, omdat daar de meeste hostile mobs te vinden zijn. Mm-hmm. En als je per ongeluk eentje raakt, ja, dan is het game over. Ja, ik... ja, dan wil je op iemand schieten en dan raak je per ongeluk in één keer de pigmen. Oepsie. Dat is mij gebeurd. True story. Story of your life. Oké, okay, ladder is af. Mooi. Ik moet hem alleen nog eventjes Leroy proef maken. Oh. Komt er nooit meer vanaf. Blijven we nog horen, denk ik. Oh. Hij heeft nou tenminste... nou ja, de aflevering is nog niet voorbij, dus ik zal nog even mijn mond houden. Is de brug af? Bijna. Oké. Okay. De ladder is nou wel inderdaad af, maar ik moet nog heel eventjes een veiligheids... Ja. Hij moet nog Leroy proef worden, dus... Nou, ik heb nog een botje meegenomen, dus je mag het zometeen lekker opschrijven. Deze brug is Leroy proef. Blop. Moet je een boog hebben? Nee, ik heb hout nodig. Ja. Ik ga wel hakken. Hier, ligt hout. Oh. Yeah, thank you. Hop, helemaal zichtig. Nee, dat wil ik niet. Oh, ging dit ook alweer? Hop, hop. Wat is ook alweer de combinatie voor trapdoors? 6 onder. Haha. Als er een sterretje voor staat, weet je al gelijk dat het nep is. Oh, zo. Heb je ooit de tekst gezien van hij neemt een bad in lava? Serieus? Ah! Wow! Maybe! Auw! Zo. Dat was zeer. Waar ben je? Hier. Ja. Yes, ik ben echt gevallen. Waar zit je? Daar. Ah, kijk eens. Een wooden trapdoor. Nailed it. Daar zit hij. Ik ga met hem tennissen. Ja. Ga ik met jou tennissen? Zo, is dat een dreigement? Ah, ik heb geen pijlen meer. Ik ben al aan het tennissen. Ja. Dit gaat waarschijnlijk niet werken zoals ik wil, maar... Pas op een achter hier, Pigman. Oh, right. Als je niet voor me komt, is het goed. Ik moet even schuilen. Dus... Oh! Die voetbal was recht in mijn gezicht. Ja, nog een pijlen, toch? Ik heb een 3. Oh, het werkt toch wel. Oh. Ja. Hier. Ja. Ja, hij is verder naar achteren gegaan, dus... Ja. Zo. Oh. Goed, ik heb voetstap achter me. Nou. Je had die man onder rijden. Huh. Ja, ik heb een chestplate van gemaakt. Er waren er 8. Niet anders om eerst een enchanting table te maken. Oh. In één keer uit het niks komen de blokken bij. Ja. Magic blokken. It's a kind of magic. Kijk eens, is deze dan voor jou? Hey. Er waren 2 diamonds, toch een enchantment table? Heb je ze? Ja, ik heb de zijn. Nee, maar het waren 2, toch? Ja, ja.
Dit werkt niet, hè? Nee. Het is de hele vage dingen. Oh. Wow. Die kerst moet weg. Ja, ik ga hem weer schieten. Ik ga weer proberen te tennissen met hem. Daar! Ik heb hem! Nee! Hebbes. Nice. Nice. Teamwork. Fijn dat hij eigenlijk op mij zat te focussen. Ja, dat ik ook hem neerschieten. Haha. Oké. Okay. Wat een fancy brug. Oh, oh, oh. Wat? Nee, ja, nee. Die pikken we maar een knuffel geven. Ach, wat lief. Ja. Echt zo lief, maar... Nee, dank je. Ik hoor weer een kerst. Ja, ik hoor ook een. Ik weet niet waar dat hij zit, maar ik heb even een bochtje op te hangen. Ja, ik zie hem. Achter ons boven. Perfect. Oh, nee, scheiße. Nein. Dat is poep op zijn Duits. Dat is poep. Niks das boot, dat is poep. Ja. En nog steeds nergens... nog steeds nergens een netherfortress in het zicht, hè? Nee. Het zijn allemaal van die hele kleine eilandjes. Daar misschien een overkant? Nee. Oh shit! Oh. Eh? Ik zei het, staat aan een kreef. Heb je nog? Daarom heb ik die blokjes voor gezet. Zodat ze niet in één keer langs kunnen lopen. Ja. Wietje, leef je nog? Is dit een gap? Ja, dit is een gap. Wacht even, je kan omlopen. Daarom doe ik dat. Daarom. Hoe kun je hier omlopen? Je kan er beter op zitten. Oh. Ja, ik zie het. Oh, niet rennen, Leroy. Baby steps. Wacht. Zo'n ongeluk. Oké, okay. Oh, trapje naar beneden. Ideaal. Deur mag weg. Even kijken. Ja. Je mag daarin. Je mag daarin. Oké. Okay. Wat dat? Nee. Er is steeds niks, hè? Niks aan de horizon. Het is moeilijk te zien inderdaad. Ja. Wacht! Daar? Wacht, ik zie iets. Ja! Voor ons! Ja! Ik heb nog genoeg... ik kan hier even een lava brug maken. Ja, ik maak meer blokjes voor jou. Nice. Jongens, we hebben een Nether Fortress gevonden. Mooi. Dat dacht ik al. Begrepen wel. Ja. Tenminste, dat denken we. We weten het 75% zeker, want het is moeilijk te zien. Ja. Maar als 75% we nou... doe ik het niet voor. Daarom, ik ben al bezig met een nieuwe Leroy proefbrug. Oké. Ja. Weer botje, weer hout hakken. Hout, het nieuwe goud. Ja. Oh, dat gepruttel, daar ben je zenuwachtig van. Ja. Ja, ik weet dat we bijna op het half uur zitten, maar ik wil weten of dat een Nether Fortress is, jongens. Dus we gaan een beetje in overtime. Ja. Niet schrikken hoor, ik gooi blokjes. Dude, ik sta hier op de edge, boven een lavapool. Ga jij nou maar eventjes jouw Leroy-proefdinges maken. Ja, Leroy-proof. Coming right up. 100%, het is een Nether Fortress. Yes! Nice. Yes! Alleen wij staan aan de voet van de Nether Fortress. Nou, we hebben eentje gevonden, dat scheelt gelukkig weer. En we hebben hele fancy bruggen er naartoe gemaakt. Heb jij sticks bij je, Erwin? Okay. Ja, hoeveel moet je hebben? Twee keer de helft. Twee keer de helft, ja. Neem gewoon vier. Oké. Okay.
trouwens een grot gevonden. Ik weet niet of je daar mee wou. Ja, tuurlijk. Meer kans toch? Nee, dit is zeker een nette fortress. Mooi. Hele mooie ook. Kijk uit hier. Waarom? Omdat we best wel een makkelijker weg naar boven hebben daarvoor. Zo, nou, farm 2.0 is af. Mooi. In hardcore 2.0. Creeper. Achter je creeper. Nu hebben we een farm boven en beneden. Nou, het is zelfmoord dus. Suicidal. Goed, nee. Ja, ik loop weer terug. Uh-oh. Kijk, hier ben ik nou trots op. Yeah. Dit is een geweldige dag voor Destiny's NL. Ja, ik ben er al 2 afleveringen mee bezig. Oh, ik heb zweethanden van hier tot mijn kinderen, omdat ik hier de hele tijd boven de lava zit. Krijg je zweethanden van. Is hij af? Ja, wacht. Ja, maar hij moet nog... Ik maak het gewoon helemaal niet proeven. Doei. Zo. Mooi, mooi. Ja, even kijken of er verder misschien diamond of zoiets staat. Nice. Nice, ja. Nee, maar het ziet er goed uit, maar laten we terug naar huis gaan, want anders komen we te ver in overtime. Ja, oh wacht, ik zal het een klein stukje nog doen. Oh, hier. Ja. Oh, nee. Ja, want anders zul je zien, in de volgende aflevering, dan val jij naar beneden. Ja. Poef! Kom zo benieuwd, goed. Oké, laten we terug gaan. Yep. Zombie achter je, Rob. We hebben mooie bruggetjes gebouwd. Ja, echt goed bezig vandaag. Iedereen is heel productief geweest. Creeper. Nou, ah, dat betwijfel ik hier in de Nether. Ja. Is het donker of is het overdag? Het wordt donker. Ik zie het schemer valt. Oké. Okay. Dus ik kom al bij de portal staan. Ja, graag. Dan. Dit wordt eigenlijk best wel een probleem als de Pikmin pissig worden. Wow. Hallo! Hey, Hi. Hi. Oké, weg bij zie je. Oké, deze kant op. Op zich wel redelijk dichtbij. Bij de poort. Nou, we hebben 2 lange bruggen moeten bouwen. Dan noem ik niet dichtbij. Nou. Maar het lijkt dat je dus zeg maar altijd in een. Dat elke Nether Fortress om de 500 blokken zit of zo. Oké. Okay. Dus stel je voor dat wij nou bijvoorbeeld naar rechts waren gegaan, dan hadden wij misschien daar ook nog wel iets gevonden. Guys. Ja, we komen terug. Hey, ik hoorde net een. Ik ga wel eerst. Nee, ik ga mee. Welkom. Kom, laten we gaan. Laat maar jouw fancy. Oh, Enderman! Moet slachten! Kijk naar de grond. Niks! Oh, sorry. Mooi. Tennissen met Endermans. Als je mij nu wilt volgen... naar een geheime doorgang. Doorgang? Welkom. Ik ben hier aan het verzuipen. Oh. Oh, hoi. Fancy. Farm 2.0, en als je dan hier gewoon weer naar boven gaat... Hé, maar je kunt deze waterstrook ook uitzetten, als je hier gewoon een sign of een ladder plaatst. Ja, weet ik, maar ik vond het juist een leuk detail om die waterstroom zo te laten lopen. Zodat het lijkt alsof het meertje boven... Heb je hier ook al wortels geplant? Ja. Oké, okay, zal 5 Ja, eigenlijk staan er 1 set staat er boven, maar die is nog niet helemaal klaar. Oh, nee, dat is niet erg, daar zal 5 blij mee zijn. Dus, Ja, hier heb ik gewoon... Dat zal 5 toch blij zijn om mij weer terug te zien. Kijk eens wat ik heb meegenomen. Diamanten? Nou, nee, dat niet. Ja, maar een beetje. Hallo? Hey. Ja, ga lekker zwemmen, jongens. Ik wil een spin. Ja. Nee, ga maar zitten. Nee, jongens. Dat is een mooie grote boom. Oh, shit. Nou is onze slaapkamer fancy. Oh, er staat een pilaar in. Oeh. Nou, Mark, ook lekker tekeer gaan.
Oké, nou, we hebben dus heel erg... Hoe kom jij aan een diamond chestplate? Gevonden. Serieus, we hebben een enchantment table nodig. Ja, die kwam ik te laat achter. Ik heb boeken. Mag ik zelf het goed maken? Ik blijf net zo lang doorgaan tot ik diamonds gevonden heb. Dus volgende week gaat Erwin net zo lang door totdat hij diamonds heeft. Yes. Nee, daar, sowieso bedankt voor het kijken. Heb je een leukste momentje of een spannendste momentje? Heel erg misschien. Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Jongens, echt, het was weer een top weekend. Dit weekend is er niemand doodgegaan. Ter nagedachtenis van de Touwler, want die is nog steeds bij ons in gedachten en spirit. Leroy is niet in lava verzopen. Nee. Destiny is niet in elkaar geslagen door Pikmin. Yay! En weer is niet opgeblazen door een creeper. Yay! En ja, Blob die is eigenlijk nog steeds de lone survivor van de vorige, dus daar hebben we geen grappen op. Maar goed, in ieder geval bedankt voor het kijken. Volgende week gaan we verder. Morgen gaan we weer verder met Super Mario 3D World. La 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 la. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Doei! Oké, ze kan er wel weer.